De Tsjechische vrouw die gisteren na bijna een maand werd gered uit een hut in de bergen van Nieuw-Zeeland, heeft voor het eerst haar verhaal gedaan. Haar partner had een dodelijke val gemaakt tijdens een wandeling in de wildernis en ze was daarna op zichzelf aangewezen. When my partner fell and died, after his death, it took my under 2 nights in the open before I reached the safety of the hut. The recent heavy snows meant I was walking through wet deep snow, and because all track marks were covered, I had to find my own way. I made few attempts to walk out from the hut, but my fear and weather conditions and the deep snow discouraged me from doing so. As you can imagine, the last months was very harrowing for me and my partner's families.